Hieronder wordt er gratis voedsel uitgedeeld aan mensen die het niet zelf kunnen betalen, wat dan ook. Daarboven op de trap is een hele filmcrew, was ook aan het eten, maar dan van een dure caterer. Zo, goedemorgen allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Twee senioren op reis. En we gaan vandaag weer rijden. Ik heb vannacht in dit Formule 1 hotel overnacht. Dus altijd een... Ik vind het een perfecte oplossing. Het is heel klein kamertje, maar het is altijd goed schoon. Mooie airconditioning, badkamertje erin. Voor niet al te veel geld. En zeker voor één nacht is het uitstekend te doen. Ik heb een... toch wel een verrassing. Ik heb gisteren gebeld met het bedrijf wat de boottocht regelt. En ik kon voor heel weinig geld 3 dagen eerder vertrekken. Nou, dat geeft voor mij in ieder geval de gelegenheid om in Marokko iets rustiger aan te doen en in Marrakesh te komen. Ik vertrek dus 3 dagen eerder. En eigenlijk is het, om hier nu in Frankrijk 3 dagen op een boot te gaan zitten wachten, is wat, vind ik toch wel zonde van de tijd eigenlijk. Terwijl ik in diezelfde periode door Marokko kan rijden. Ik heb natuurlijk voor die 3 dagen in Marokko nog niet erg veel gepland. Maar dat gaat vanzelf gebeuren. En dus ik ga nu hier Montpellier in. En dan ga ik wat dingetjes bekijken. Dan ga ik vervolgens door naar de boot om daar te gaan inchecken. Dus het wordt een relatief korte dag met heel weinig rijden. Ja, ik heb de motor geparkeerd. Staat daar onder de boom in de verte. Ik zat me toch echt af te vragen, waar is dat aqueduct zo hoog hier midden in de stad? En ja, het enige wat ik kan verzinnen is dat hier is de stadsmuur. En dat hij daar gewoon overheen moest met een flinke hoogte. De binnenstad ligt duidelijk hoger dan het gebied eromheen hier. En hij moet wel over de stadsmuur heen. Als je dit soort bouwwerken ziet, die echt tientallen kilometer lang zijn. Voor mij is altijd de Egyptenaren bizar wat die allemaal gebouwd hebben. Maar deze jongens kunnen er ook wel wat van. En dit staat gewoon na 2000 jaar nog. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas ni d'origine indienne ni d'origine allemande. Vous êtes de quelle ville?
Vichy, ah, c'est l'extrémité nord des terres occitanes. Vous êtes dans une région de transition entre la langue d'oc et la langue de... Bizarre, hein. Entre l'occitan et le français. Super flak. C'est la zone qu'on appelle, cette zone, le croissant. Oh, une leiding de 14 km. Ouais, ouais, ouais. Donc bienvenue, vous avez apporté vos croissants. Non, vous n'avez pas apporté vos croissants. Vous êtes... Oui. 25 litres per seconde. Vous voulez m'enregistrer? Oui, mais dat is dat je... De meneer gaat weer spelen met zijn fluit. Ik ga eens een klein stukje wandelen. Kijken of ik de volgende bezienswaardigheden wandelend kan doen. En er zijn meer hondjes die van water houden in de plaatselijke vijver. Ja, dat is toch wel iets wat de Fransen duidelijk hebben hier, met een beetje pracht en praal, wat de Nederlanders toch wel ontbreekt. Ik geloof niet dat wij dit soort standbeelden hebben. Ik ben hier in een volgens mij superklein parkje. Maar het bijzondere is dat hier nog een toren staat van de stadsverdediging. Er valt verder weinig aan te zien. Het is een toren. Ja, en op zo'n wandelingetje kom je ineens eenhoorns tegen. Paarden met gouden hoorns. En zomaar een boomhut. Hier in de stad. Allemaal mooie bloemetjes. Terrasjes. En even verderop nog een boomhut. Wat een oase van rust in deze gekmakende drukke stad. Wat mooi gedaan. Wat een prachtig smeedwerk. Het zijn ware kunststukjes. Allemaal met de hand gemaakt. Wat hier allemaal gaande is, weet ik niet. Het lijkt wel of er hier voedselverstrekking voor daklozen is. Hier lijkt wel een filmscène gaande. Met allemaal camera's en schermen en mensen met koptelefoons op en... regisseurs en weet ik het allemaal. Kortom. Het is een drukte van je welste. Kijk, de hele volkstammen hier. Krijg hier eten uitgedeeld. De motor is er nog. En ik ga rijden. Het is wel bizar gebeuren hier, dat er staan hier twee groepen mensen te eten. Hieronder wordt er gratis voedsel uitgedeeld aan mensen die het niet zelf kunnen betalen of wat dan ook. Daarboven op de trap is een hele filmcrew, was ook aan het eten, maar dan van een dure cateraar. Het is een merkwaardig gebeuren. Ik ga de stad van... Oh, ik moet mijn handschoenen nog aan.
ik vergeet altijd wel wat. Nee, overal zie je mensen met bakjes eten. Ook mensen die er op zich verder keurig verzorgd uitzien. Een beetje oppassen op deze tegels, want die zijn, ik weet het van net dat ik hier liep, spiegelglad. Zal ik blij zijn dat ik de stad weer uit ben. Wat al gedoe altijd met die grote steden. Deze weg naar Sète gaat eigenlijk nog door een uitloper van het natuurreservaat van Camargue. De eerste vormen van zee zien we hier links. Daar zie ik inderdaad een gym. Bonjour monsieur. Je pour le bateau d'aujourd'hui? Ja, oui, to Maroc. Je vais prendre le billet. Ja, een billet. Mama. Ok, mister. Please. To go the parking lot motor here. Yeah. After, to go the paper, passport, yeah. To go the Dalmatian Timo City, confirmation of the ticket. So? Okay. Thank you. Okay, thank you. Yeah. Ooh, là-bas. Ooh. Okay. Zo, ik sta in de rij voor de check-in. Ik heb geen idee hoe lang dat gaat duren, want dat duurt allemaal verschrikkelijk lang hier. Volgens mij is de boot er nog niet eens. Als ik naar buiten kijk, zie ik wel een boot, maar dat is van de Neptune Lines. En niet van de GNV. Ik kwam net nog een aardige meneer tegen uit Rotterdam. En meneer is Marokkaan, dus ja, die gaat op vakantie naar huis. Ex-Marokkaan, net hoe je dat stelt. Dus we gaan hier inchecken. En ik ben wel een van de eerste zo te zien. Het hele parkeerterrein is nog leeg. Maar goed, dat betekent dat het hier in ieder geval bij de incheck ook nog lekker rustig is. En ik zal eventjes rustig wat gaan eten en dan... ga ik even kijken wat ligt. Ga ik rustig afwachten tot het zover is. Zo, ja, wat nu? Ik heb mijn eetentickets. Ik heb mijn boardingpas. Ik heb een formuliertje. Ik moest ineens onverwacht toch mijn vaccinatiebewijs laten zien. Dus dat ging goed. Die had ik op mijn telefoon. Ja, om 4:30 inchecken. Dat is 2:30. Dus ik heb nog 3 uur te gaan. En dan ga ik eens kijken wat ik in die tijd ga doen. Want een auto in airconditioning zit er niet in. Dus in ieder geval misschien met mijn camera weer een beetje opladen. Ik ga het bekijken. Zo, na 5 uur komt er eindelijk beweging in.
Dat wordt wel even tijd. Ja. Ik weet niet waar we op wachten. Bonjour, madame. S'il vous plaît. Hein? Да вы не так. Да, нет, момент. Staat met een paar flinke lijnen voor, naar voor en achter en twee aan de zijkant vast, dus hij kan niet naar links, hij kan niet naar rechts. Ik denk dat dit goed moet gaan. Ja, op slot hoef ik hem ook niet te zetten, want ja, hij kan niet van het schip af. Dus ik ga al mijn zooi proberen in te pakken en dan naar boven brengen. Ik ben er best wel moe van. Het was een gewoon een hele tijd wachten hier tot 4:30. Je moest om 2:30 zijn. Ja, en om 4:30 begon het. Ja, het is nu 5:45. Dus eigenlijk begon het pas 4:45 zo'n beetje. Dus ik was wel heel lang van tevoren aanwezig. Maar goed, ik ben binnen. Het schip is nog niet half vol. Dat vermoed ik al zoiets. Zo, even een update voor vanavond. Ik heb dus in mijn eentje een cabine. Het is een, best wel klein, of ja, voor je eentje is het voor op een schip best wel groot. Het is een vierpersoonscabine. Daar ligt het andere bed. En daar is het stapelbed. En dat geldt ook hierboven bij. En ik zit natuurlijk ook gewoon op een bed. We zijn vanavond om, ja, wat zal het zijn? Toch wel ergens rond 6:30, 7:00 vertrokken. Om 8:00 was het eten zover. Ik heb uitstekende pizza gegeten. En verder is het even afkicken zonder dat je data of wifi of wat dan ook mee hebt. Je hebt helemaal niks. Ja, ik zag ook mensen, heel veel mensen met alleen een stoel, die dus geen cabine hadden, maar gewoon 2 dagen lang in de stoel moesten zitten, 2 nachten in de stoel overnachten. Er waren mensen die een matje op de grond hadden uitgerold en daar al begonnen te slapen. Het is een, echt een andere wereld dan ik verwacht had. Ik was hier nu de enige motor. Het was daarom ook best wel vermoeiend, omdat ik 5:00 buiten in de zon, in de warmte en zonder een fatsoenlijke stoel heb doorgebracht, wachtend en wel. Nou ja, verder is de boot best wel oud. Dat kan je onder andere hier zien. Roest langs de dingen. En ook de motor, ik heb er zelfs een opmerking over gemaakt, rookte verschrikkelijk. En ja, dat is ook voor een oude motor trouwens helemaal niet nodig. Maar goed. Ja, ik ben nog even naar buiten gegaan. Oh ja. Daar buiten is het wel heel donker. En zo ziet het schip eruit. Het mag niet hoger.
de reddingssloepen allemaal voorzien van een motortje. Dit is dan het zonnedek. Maar ja, echt heel veel zonnestoelen zijn er niet. En het is hier ook niet echt fijn verblijven, want je zit hier in de rook van de machine. Ik weet niet of je die boven, ja, je kan hem zelfs in het donker kan je de rook zien. En het stinkt verschrikkelijk. Schroefwater. Nou, ik ben binnen geloof ik. Dit is verdieping 9, daar hoor ik. Nou. Oh. Wat verloren hier. Zo. Doei.